Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 17 april. Het wordt een mooie dag vandaag met veel zon en wat wolkensluiers die ook goed te zien zijn op de satellietfoto. Met name in het westen en noordwesten is wat meer bewolking. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 13, 14 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar zo'n 17 tot 22 graden en ook dan is er veel zon met hier en daar wat wolkensluiers. Vanavond en vannacht is het heel rustig weer. Het is ook vrijwel helder. De temperatuur ligt vanavond rond zonsondergang rond de 15 graden. De wind die zwakt af en die wordt overwegend zwak uit de zuidelijke richting. Morgen draait de wind naar het oosten en dan gaat de temperatuur flink oplopen. Aan zee wordt het zo'n 20 tot 23 graden. Diepe landinwaarts wordt het zomers warm, 25 tot 26 graden. Er is nauwelijks bewolking en de zon die schijnt volop. En ook donderdag wordt zo'n hele warme dag. 23 tot 28 graden kan het worden. Wel kan er later op de dag een zeewind opsteken. Vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur iets naar beneden. Hoewel vrijdag 20 tot 25 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 16 tot 20 graden. De wind gaat dan meer uit het westen waaien.